We staan hier met Laura Nunning, aanvalster van Oranje Rood. Jullie winnen vandaag hier met 4-1. En je werd net gehuldigd door de club als eerste Europees kampioen. Hoe was dat? Ja, superleuk dat de club hier aandacht aan besteedt en ook aan de Jong Oranje kampioenen. En ja, zeer gewaardeerd voelt het dat we ook in de nationale teams zitten. En ja, heel leuk dat de club daar even aandacht aan besteedt. Ja. Dan even naar de wedstrijd van vandaag. Vanaf de kant zag het er vrij eenvoudig uit voor jullie. Ik vond ons niet supergoed spelen. Gelukkig maakten we in de eerste helft op een gegeven moment de 1-0 en de 2-0. Dan hockeyt het wat makkelijker. En we spelen hem gewoon goed uit, maar het was niet onze beste wedstrijd. Vorig jaar hadden jullie de play-offs. Wat mogen we dit seizoen voor jullie verwachten? Ja, wij gaan zeker weer voor die play-offs. Was zo'n unieke ervaring voor ons, was de eerste keer natuurlijk. En smaakt zeker naar meer, dus daar gaan we weer voor. Ja. Vorig jaar was het wel leuk dat we de play-offs halen. Is het nu, we moeten de play-offs halen? Ik denk dat iedereen wel teleurgesteld is als we het niet halen. Maar we bekijken het wel wedstrijd van wedstrijd. Het heeft geen zin om nu te zeggen van we moeten per se dit of we moeten per se dat. We gaan gewoon elke wedstrijd ons best doen en hopelijk staan we dan in de play-offs. Ja. Hey, dan even naar jezelf. Je hebt het EK gespeeld. En vrij kort daarna begon de competitie al. Hoe vaak heb je meegetraind? Ik heb gelukkig even vrij gekregen. Moet ik zeggen, was wel heel fijn. En toen zijn Jong Oranje en ik zijn donderdag voor de competitie weer aangesloten. Dus toen hebben toen speelden we een wedstrijd. Vrijdag getraind en zondag dan de competitie. Ja. Wat verwacht je van je eigen prestatie dit seizoen? Is je rol anders geworden? Ik denk ten opzichte van het team niet zo. We hebben eigenlijk best wel een jong team. En ik ben zelf ook niet zo oud, maar ik hoor wel bij de iets ervarende groep. Dus het is gewoon belangrijk dat wij de lijnen uitzetten en de jonge meiden meetrekken in ons spel. Ja. En dan aan het eind van het seizoen afsluiten met een prachtige play-offs. Dat is zeker het doel.